De bobo's van Sony Music konden vanuit hun hoofdkantoor in de Amsterdam-toren in Amsterdam bijna met eigen ogen zien hoe Lil Kleine zijn vriendin Jamie Vaas uit de auto trok om vervolgens de autodeur tegen haar hoofd aan te duwen. Toch wil het platenlabel niet zeggen wat ze met hun contract met Lil Kleine, van naar verluidt 3 miljoen euro, gaan doen. Aanvankelijk beloofde Sony nog een reactie. Afgelopen maandag zorgde het al voor ergernis dat het statement van Sony zo lang op zich liet wachten, maar nu heeft het bedrijf bekendgemaakt helemaal niet te gaan reageren. Wat is dit voor een organisatie? Our culture is about how we treat each other, staat er nota bene op hun eigen website. Olcay Gulze reageert op Instagram verbolgen, interessant Sony Music, dat jullie cultuur wordt bepaald door hoe we met elkaar omgaan, how we treat each other. Moet ik echt even over nadenken. Het gaat Sony puur om het geld, denkt RTL Boulevard ster Luc Ickink. Lil Kleine is natuurlijk een enorme cashcow voor het managementbureau en de platenmaatschappij. Dat is geen excuus, zegt collega John van den Heuvel. Ze verdienen hier enorm grote bedragen aan. Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden als grote platenmaatschappij? Ik vind het signaal ook kwalijk dat ze daarmee afgeven aan slachtoffers van huiselijk geweld. Sony spuugt slachtoffers van huiselijk geweld in het gezicht, vindt John. Je moet juist als maatschappelijk betrokken partij en grote onderneming uitstralen dat je dit niet tolereert en je daar afstand van neemt. Dat je zo'n artiest in elk geval, al zou het tijdelijk zijn, even in de koelkast zet om eens precies uit te zoeken wat er is gebeurd. Hij vervolgt, de bewijzen stapelen zich best wel op. Die jongen kan duidelijk zijn handen niet thuis houden. Zo langzamerhand kom je er niet meer omheen om een fikse gevangenisstraf uit te delen, denk ik. Nens Koelen vindt dat Sony een heel kwalijke rol speelt, zegt ze in de podcast Off The Record. Jorik heeft net een deal getekend voor 3 miljoen. De best betaalde Nederlandstalige artiest. Beloon je dan eigenlijk dat niet-bedrag ook? Daarop zegt Henk-Jan Smits, natuurlijk. Maar ja, een platenmaatschappij gaat geen 3 miljoen geven als je denkt dat niet terug te verdienen. Het is namelijk een voorschot op royalties. Niets meer. Het is niet dat je zomaar 3 miljoen krijgt. Je verwacht zoveel platen en zoveel streams te verkopen en daar krijg je 3 miljoen voor. Op dit moment staat hij nog steeds op nummer 1 en verdient Sony gewoon geld. Wees geen Sony, zegt Olcay Gulze. Laten we met elkaar nooit geweld als normaal gaan zien. Het kan en mag niet. Iedereen moet hier verantwoordelijkheid voor nemen. Dit is geen privéprobleem, maar een maatschappelijk probleem. De grote vraag is, willen andere Sony-artiesten als Nielson, Bluff, Suzanne Freek, Raccoon en Eefje de Visser nog wel geassocieerd worden met een platenlabel dat wegkijkt bij huiselijk geweld? Tino Martin zegt zijn samenwerking met Lil Kleine in elk geval wel op. Ik ga me er wel duidelijk over uitspreken. Ik heb thuis geleerd, aan vrouwen kom je niet. Ik ben door 3 vrouwen opgevoed, 2 zussen en mijn moeder. Die hebben dat bij mij er wel ingestampt hoor, dat is echt een no-go. Dat kan echt niet, zegt hij op Q-Music. De twee heren zongen vorig jaar nog het liedje Gabbers, maar Lil Kleine is niet langer zijn gabber. De rapper is in mei niet meer welkom bij de concerten van Tino. Ik zat samen met mijn vriendin naar die beelden te kijken en ik zeg, wat een lul zeg. Daar kan je niet omheen. Thank you.